toch nog mooi in het profvoetbal en nog op bekend terrein ook. Ja, dat zeg je goed. Ik had het niet meer verwacht, maar ja, die laatste twee dagen van die transfermarkt kan snel gaan. Waarom sta jij nog open voor deze kans? Nou, het is toch Eredivisie. Het is een kans. En ja, je moet het zo lang mogelijk vol blijven houden in de voetballerij, zeggen ze altijd. En ik had een paar weken meegetraind bij de Dijk. En ik voelde toch wel aan alles dat ik nog niet helemaal klaar was. En ja, dan hoop je dat er een kans komt. Ja, en die kwam en ja, dan grijp je hem ook aan. Ja, want jij weet natuurlijk hoe het is met Alessandro Dame. Sowieso als collega keeper kun je daarin verplaatsen. Ja, de andere kant van het verhaal is ook dat de een zijn dood is, de ander zijn brood. Zo werkt het ook. Nou ja, dat klopt. Ja, ze waren al op zoek naar een keeper. Zo en zo, want er moest er eentje bij. Ja, en toen gebeurde dat natuurlijk met Dame. Ja, dat is natuurlijk voor die jongen is dat echt ontzettend sneu. En dat gun je echt helemaal niemand. En ik had het ook liever anders gezien, maar ja, zo werkt het wel in het voetbal. En dat is wel de harde waarheid. Het is voor één seizoen, hè? Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Ja, het is voor tot het eind van het seizoen. En ja, dan ben ik ook 35. En dan gaan we weer verder kijken. Ben jij er nog klaar voor als Excelsior inderdaad een beroep op jou flink zou moeten doen? Ja, zeker. Ik heb vorig jaar alles gespeeld in de Eredivisie. Dus dat is wel een bagage die je dan lekker meeneemt. Ik ben een oude ervaren man, dus dat moet zeker geen probleem zijn. En met de fitheid, stel het is gelijk na de Interland break, dat je gelijk moet spelen. Hoe heb je getraind de laatste tijd? Ik heb voor mezelf getraind, ook in sportschool. En ik heb natuurlijk bij de Dijk mee getraind. En ja, dat niveau is dusdanig aardig dat het wel redelijk intensief is. Dus ja, ik heb wel wat uurtjes gemaakt, maar ik zal nog wel een paar uur moeten maken om echt wedstrijd fit te maken. Is er nog iets veranderd op Woudenstein sinds de laatste keer dat je hier onder contract stond? Ja, het is allemaal een beetje moderner geworden. Hè? Hoekjes dicht aan één kant. En ja, de meeste mensen zijn er gewoon nog steeds. En dat is altijd wel fijn. En dat is wel de kracht, denk ik, van Excelsior. Ja, want dat is ook een club. Volgens mij gaf je er toen ook aan waar je je wel thuis voelt. Ja, het is een kleine, gemoedelijke club. En daar hou ik wel van. En het zijn normale mensen. Doe normaal en dan doe je al gek genoeg. En dat past wel bij mij.